Welkom bij deel 1 van een korte serie mini-mandalaatjes. De zegen van 9. We gaan in deze serie 9 mandala's haken. 3 per deel. In dit deel gaan we de mandala haken voor de ring van 10 centimeter. En ik gebruik daarvoor de Rio. Kleuren mag je allemaal zelf weten. Ik gebruik een haaknaald 3 mm. En het garen mag je ook zelf weten natuurlijk. Maar hou er rekening mee. De Rio is iets dunner in vergelijking met bijvoorbeeld de Durable of de scheepjes katoentjes. Dus hij is iets dunner. Gebruik jij wat dikke garen, ja, dan wordt hij te groot om in een 10 centimeter ring te doen. Dus de Rio aanrader, wat mij betreft, 50 gram, 125 meter, 100% katoen, gemesseriseerd. Er zit ook een heel mooi glansje in. En hij haakt geweldig, vind ik. Daarom heb ik ervoor gekozen. Nou, zullen we gauw gaan beginnen? Deel 1 van de zegen van 9. Oké, vooralsnog kun je de ring even opzij leggen. Die hebben we op het laatst nodig. We gaan beginnen met een magische ring. Die doe ik eigenlijk best wel vaak. Ook vaak voor, maar vooruit. Staartje aan de voorkant. Kijk, deze is een beetje gekronkeld. Is niet erg. Staartje aan de voorkant. En ik laat een redelijk staartje, zodat ik makkelijk kan aantrekken om de cirkel te sluiten. En dat ik nog ruimte heb om het staartje weg te naaien. Je gaat over 2 vingers achterlangs naar beneden. En je komt voorlangs weer omhoog. En dan aan de bovenkant maak je een kruisje, zodat je werkdraad achter die lus komt die al op je vinger zit. Daar leg je hem neer en hou je hem even vast. Pak je je haaknaald met het haakje naar beneden en je gaat onder die voorste lus door. En als een katapult trek je die achterste eronder door en je draait hem zo op je haaknaald. Dan heb je een lusje. Ja, dat is een lusje die schiet heel makkelijk los. Dus je steekt onder je werkdraad door die naar achter naar je vingers gaat. En die trek je door dat lusje heen. En dat mag allemaal even best wel losjes. Helemaal niet belangrijk om dat nu al heel strak te doen. Nou, dan kunnen je vingers eruit en heb je hier, even mijn werkdraad opzij houden dat je het kunt zien. Zo. Hier heb je dan de magische ring. Hier heb je een losse eigenlijk gemaakt. En die lus op je haaknaald. Nou, en dat trek je een beetje aan. Zo. Dat het een beetje compact zit. Zo simpel is het. Is echt niet moeilijker. En nu kunnen we gaan haken. We gaan elke ronde sluiten met een halve vaste. Dus we gaan niet in doorlopende rondes haken. En de eerste ronde begin je met 9 vaste. Kijk, als ik een beetje inzoom, dat ik nog in beeld kan blijven. Zo. 9 vaste in het cirkeltje. En haak een beetje strak, hè? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. En lukt het jou nou niet om behoorlijk strak te haken, want dat is het mooist als je zo'n mandala maakt, neem dan een haaknaald een half maatje kleiner. Dat je bijvoorbeeld naar naald 2,5 gaat. Het moet echt mooi strak zitten. Nou, dan heb je dit rare ding. Dat is helemaal nog geen cirkel. Maar je pakt je staartje. En met beleid trek je aan het staartje zo. Met beleid. Ja? En dan wordt het een cirkel. En dan trek je zo ver dat de onderkant van je laatste vaste en de onderkant van je eerste vaste elkaar raken. Zo. Dan heb je nog een mooi klein gaatje. En dan in de
allereerste vaste, daar steek je in. En je maakt een halve vaste. En dan heb je de eerste rij klaar. Rij 2. Het zijn echt maar een paar rijtjes, hè, want die cirkel is niet zo groot. Dus rij 2. Je begint met 2 lossen. 1 en 2. En die tellen als eerste stokje. Heel vaak doe je 3 lossen als eerste stokje. Maar ik doe er nu 2. Dus doe dat ook maar. 2 lossen voor het eerste stokje. En dan in die steek waar je gesloten hebt, haak je nog een stokje. Zodat je 2 stokjes in 1 steek krijgt. Zo. En dat doe je rondom. Elke steek 2 stokjes erin maken. En als je dan het goed doet, kom je uit op 18 stokjes. Ik heb er nu 4. 5 en 6 in dezelfde. 7 en 8 in dezelfde. 9 en 10. 11 en 12. 13 en 14, 15 en 16 en in de laatste 17 en 18. En nou zie je hier nog een steekje zitten. Maar dat is geen vaste, dat is de halve vaste van het sluiten. Die moet je overslaan. Je gaat nu naar de tweede losse. Dit is 1 en hier is 2. En daar sluit je met een halve vaste je ronde. Zo. Dan heb je ronde 2 klaar. Voor ronde 3 gaan we 3 lossen haken. En die tellen als een stokje en een losse. Dus 1 en 2 lossen voor een stokje. En de derde voor een losse opening. Omslaan. Naar het volgende stokje gaan. Daar haak je een stokje. En een losse. Volgende stokje. Daar haak je een stokje. En een losse. En dat blijf je rondom doen. Een stokje en een losse. Volgende steek. Een stokje en een losse. En dan krijg je dus uiteindelijk 18 stokjes en 18 losse openingen. Zie, stokje en een losse. En dan krijg je dit rondom. Zie ik je hier aan het eind weer. Na mijn laatste stokje en een losse sluit ik mijn ronde weer in de tweede losse van het begin. Dus 1 en 2. Daar sluit ik mijn ronde met een halve vaste. En dan heb je dit. En het kan een beetje zo als een bolletje gaan staan, als een kommetje. Maar dat trekt recht als we hem vast gaan maken in de cirkel. Want het moet wel heel strak gespannen staan natuurlijk. Gaan we verder met ronde nummer 4. En dat is gelijk de laatste ronde. Hierna gaan we hem in de ring haken. Nou, gaat dat snel of gaat dat snel? We gaan 3 dubbele stokjes samen haken. En het eerste groepje van samengehaakte dubbele stokjes gaat anders dan de rest. Als de rest, geen idee. We haken eerst 3 lossen. 1, 2
en 3. Dit telt voor het eerste dubbele stokje wat we gaan samenhaken. Dan sla je 2 keer om. Je steekt in de volgende losse opening in. Je haalt je lus op. En je gaat 2 keer onder 2 lussen door. Dus omslaan, onder 2 lussen door. Omslaan, onder 2 lussen door. En dan sla je weer 2 keer om. En je steekt in de steek van het stokje in. Dus in de steek van het stokje je lus ophalen. En 2 keer onder 2 lussen door. 1 keer en 2 keer. Dan heb je nu 3 lussen op je haaknaald. En je slaat om en dan ga je in 1 keer doorheen. Zo. Dat was het eerste groepje. De volgende gaan allemaal hetzelfde als wat ik nu voor ga doen. Je doet 3 lossen. 1, 2 en 3. 2 keer omslaan. En in die steek van het stokje waar jij net hebt ingestoken, daar steek je nog een keer in en haal je weer een lus op. En 2 keer onder 2 lussen doorgaan. Dus omslaan, 1 keer onder 2, omslaan, 2 keer onder 2. Dat is de eerste. 2 keer omslaan, in de losse opening insteken, een lus ophalen en 2 keer onder 2 lussen door. 1 keer en 2 keer. 2 keer omslaan en nu steek je weer in het volgende stokje in. Lus ophalen en 2 keer onder 2 lussen door. 1 keer en 2 keer. En nu heb je 4 lussen op je haaknaald staan. En je gaat in 1 keer onder al die 4 die lussen door. Dus omslaan en onder alle 4 die lussen door. En dan doe je 3 lossen. 1, 2 en 3. En dit blijf je de hele ronde herhalen. Dus 2 keer omslaan. In het stokje waar je net ook al hebt ingestoken, daar steek je nog een keer in. En je haalt je lus op. In diezelfde dus, hè? Omslaan onder 2 lussen. Omslaan onder 2 lussen. 2 keer omslaan. Dan in de volgende losse opening je lus ophalen. En 2 keer onder 2 lussen door. 2 keer omslaan. En in het volgende stokje insteken. En je lus ophalen. Omslaan onder 2 lussen. Omslaan onder 2 lussen. En dan heb je 4 lussen op je haaknaald. En dan omslaan. En in 1 keer onder alle 4 die lussen door. Zo. En dan 3 lossen. 1, 2 en 3. Nou, ik zal het nog 1 keer voordoen. 2 keer omslaan. Je steekt in het stokje in waar je net ook in hebt gestoken. Hier dus. En daar haal je een lus op. Omslaan onder 2. Omslaan onder 2. 2 keer omslaan. In de losse opening je lus ophalen. Omslaan onder 2. Omslaan onder 2. En dan nog 1 keer. 2 keer omslaan. In het volgende stokje je lus ophalen. Omslaan onder 2. Omslaan onder 2. Dan heb je 4 lussen. Omslaan in 1 keer eronder door. En 3 lussen. Lossen. Lussen, lossen. 1, 2 en 3. En zo ga je helemaal rond. En dan de allerlaatste. Die maken we weer samen. We zouden de laatste samen doen, hè? Dus als je nu net zo ver bent als ik, heb je 17 van die, ja, ik noem het maar bloemblaadjes. Ik vind het bloemblaadjes. Je hebt er 17 en je bent geëindigd met die 3 lossen. Nu heb je nog maar 1
opening. En die gaan we gebruiken voor het laatste bloemblaadje. Je slaat twee keer om. Je steekt net als anders in het laatst gebruikte stokje in. Dus waar je je laatste dubbele stokje in hebt gehaakt, daar steek je nu weer in, net als net. En je gaat twee keer om de twee lussen door. Dan twee keer omslaan en je gaat in de laatste losse opening. Daar haal je je lus op en je gaat twee keer om de twee lussen door. En dan steek je in, hier in die halve vaste waar je mee de vorige ronde gesloten hebt. Dus twee keer omslaan en dan insteken in die halve vaste van het sluiten van de vorige ronde. Zie je dat? Daar steek je in. Je haalt je lus op en je gaat twee keer onder twee lussen door. En dan heb je er weer vier. Omslaan door alle vier de lussen. Drie lossen. En je sluit bovenop het eerste groepje. Dus een beetje een groter veetje. Daar steek je in. Lus ophalen en een halve vaste maken. En dan is de mandala op zich is klaar. Mini mandala. En kunnen we de ring erbij gaan pakken. En bij mij past die dus zo. Klein stukje over. Niet te veel. Maar wel genoeg om er strak in te kunnen maken. Nou, en dan kunnen we hem vast gaan haken. Om op het juiste plekje uit te komen, doen we eerst één losse. En in de losse boog, daar haak je een halve vaste. Dan ben je in het midden van die drie lossen. Je doet nu één losse en je pakt je ring erbij. Je ring zit achter je werk en onder je werkdraad. Zo. Nu steek je je haaknaald onder je ring door. Dus niet door je haakwerk, maar onder je ring. En je haalt daar je lus op. En dat mag aansluiten, hè? Niet te los doen. En nu omslaan en onder die twee lussen door. Dan heb je een vaste gemaakt. Nu om die ring heen haak je acht vasten. Dus onder de ring doorsteken, je draad ophalen onder die ring door en je maakt een vaste. Dat is 1. En 2. En dit mag er echt strak omheen zitten. Dankjewel, Wiebe. Daar is de kaartje. Waar? Kaartje. Ja. Dat was 2, hè? En dan er onderdoor lus ophalen, vaste afmaken, 3. 4. 5. 6. 7. En 8. En dan steek je weer in de volgende losse opening in. En ook onder je ring door. Dus onder de losse opening van je mandala, onder de ring door, haal je je lus op. En dan maak je 1 vaste. Nou, wel netjes je lus ophalen, vond. Zo. En 1 vaste. En dan haak je weer 8 vaste alleen om de ring. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. En de laatste, 8.
En dan pak je de volgende losse opening. Daar steek je in en onder je ring door en je haalt de lus op. En zo maak je dan één vaste in die losse opening. En dit doe je helemaal rondom. 8 vaste om de ring en 1 vaste om de ring en je losse. Losse opening. Doe je helemaal rond, zie ik je op het eind weer. Kijk, ik ben helemaal rond en nu sluit ik de ronde hier in de eerste vaste. Hier bovenop. Mijn haaknaald er zo een beetje onder. En dat is lastig hoor. De haaknaald er onder friemelen zo. Onder die 2 lusjes door natuurlijk, hè, zo netjes mogelijk. Nou, dat gaat niet makkelijk. Neem ik de volgende. Zo. Zo precies komt het niet, hè. Kijk, hij trekt gewoon helemaal recht. Halve vaste. Draad afknippen. Nog 1 keer een losse maken. En je draad doorhalen. Aantrekken. En dan kun je je draadjes wegnaaien. Het middengaatje kun je nu zo strak mogelijk aanspannen door aan het staartje te trekken. Zo. Ja, en dan zit hij bijna dicht. Dus draadjes netjes wegnaaien en dan het huiswerk. Je haakt er zo nog 2. Ik heb gekozen voor geel, blauw en oranje. En als je er dan 3 hebt, heb je deel 1 van deze miniserie heb je klaar. De zegen van 9. In deel 2 gaan we de tweede mandala maken.